Stakende leraren, kortere lesweken en kinderen die naar huis worden gestuurd. Het is al tijden crisis in het onderwijs en de Tweede Kamer debatteert vandaag over het nijpende tekort aan leraren. Ja, mevrouw Van der Heul, u maakt u zich ook al heel lang zorgen over natuurlijk. Wat is nou het grootste probleem? Het grootste probleem is dat er onvoldoende leraren zijn om te kunnen garanderen dat elk kind het onderwijs krijgt wat het verdient. En waar komt het door? Ja, dat is een langer lopend probleem. Het beroep leraar is niet aantrekkelijk genoeg. Niet alle afgestudeerde PABO-studenten die houden het lang vol. De werkdruk is heel hoog. Nergens anders is het aantal burn-outs hoger dan in het onderwijs. Dus de sector moet echt aantrekkelijker worden. U wilt het ook aantrekkelijker maken met meer geld. Klopt. Hè? Salarissen van de leraren moeten ook omhoog wat u betreft. Een beginnende basisschoolleraar die verdient bijna 2600 euro bruto. Ja. Dat is een modaal inkomen. Wat is daar eigenlijk mis mee? Waar het ons om gaat is dat er op dit moment nog steeds een verschil is tussen wat leraren in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs verdienen. En dat vinden wij oneerlijk, want ja, beide hebben hoger onderwijs genoten. Beide hebben grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons land, voor onze kinderen. Dus wij vinden dat we daar moeten beginnen. Er is ook nog een groot verschil tussen het salaris van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Dus dat is bijvoorbeeld onderwijs voor kinderen met autisme of andere bijzondere aandachtsvragen. Ja, en die verdienen ook nog steeds minder dan leraren in het voortgezet onderwijs. En je ziet dus dat daar de problemen met het tekort het grootst zijn. Dus dat moeten we aanpakken. Ja, toch heeft het kabinet heeft ook al de portemonnee getrokken. Hè? De salarissen zijn ook al omhoog gegaan. 9,5% gemiddeld. Daar zijn de verplegers, de agenten, die zijn daar wel jaloers op natuurlijk. Die willen dat ook. Iedereen wil meer geld. Zeker. En ik vind ook dat het de verantwoordelijkheid is van dit kabinet om in de brede in de publieke sector te investeren. Niet voor niets zijn er ook in de zorg demonstraties geweest. Hebben politiemensen ook gevraagd om extra ondersteuning. Dus dat blijft staan. Dat ondersteunt u net zo goed? Absoluut, natuurlijk. Dat ondersteunen wij net zo goed. Maar als we kijken naar het onderwijs, dan luiden niet voor niets leraren al, ik weet niet hoe vaak de afgelopen 2 jaar de noodklok, zijn er stakingen, hebben ook werkgevers vorige week een brandbrief gestuurd aan de premier van als we nu niks doen, dan gaat het ook ten koste van het verdienvermogen van Nederland. Er is echt iets aan de hand. Een veelgehoorde klacht is dat het extra geld bij besturen terechtkomt in plaats van bij de leraren. Nou, een economieleraar Ton van Haperen die weet daarom zeker dat meer geld geen zin heeft. In 2008 lag het voortgezet onderwijs op zijn rug. Toen is er ten tijde van de kredietcrisis 1 miljard euro per jaar vrijgemaakt om het opleidingsniveau en de kwaliteit van leraren te verbeteren. Het geld is gewoon weg. De kwaliteit van leraren is alleen maar verslechterd, het opleidingsniveau ook. Het heeft gewoon niks uitgehaald. Dit is een historisch voorbeeld van ruim 10 jaar geleden. Ik zou niet weten waarom het nu anders zou gaan, want de structuren zijn zoals ze zijn. Wij leraren willen kleinere klassen en minder lessen, zodat we meer tijd hebben om ons werk goed te doen. En die werkgevers die willen graag mooiere gebouwen, meer innovatie en dat soort dingen. Nou, en zij winnen. Dus dat is ook het probleem. Je kunt eigenlijk zeggen, als je het heel cynisch zegt, het grote probleem in het onderwijs is rijkdom op kantoor en armoede in de klas. Dat is nogal wat, mevrouw Van der Heul. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat het wel bij de leraren terechtkomt? Nou, door in elk geval te zorgen dat we leraren serieus nemen. Heel vaak praten we over en niet met leraren. Dus dat is alvast een heel belangrijk punt. En ik denk dat het naast investeren in salarissen ook heel erg belangrijk is om te kijken naar die werkdruk. Want ik zei net al, een groot probleem is het aantal burn-outs. Zorg nou dat er ook extra geld komt voor onderwijsondersteunend personeel. Voor een extra conciërge op school. Zodat leraren ook echt tijd hebben, zoals deze meneer ook aangeeft, om echt te werken aan waar ze goed in zijn, namelijk lesgeven. Ook daar is natuurlijk dan geld voor nodig, meneer Bleker. Ja, u heeft natuurlijk zelf bent staatssecretaris geweest. En u weet dat er van alle kanten wordt getrokken. Hè? Van, iedereen wil natuurlijk een beetje geld meepikken. Wat maakt dat zo lastig in dit geval ook? Is meer geld de oplossing, bedoel ik? Ja, dat kan niet beoordelen. Salarissen, dat schijnt men redelijk goed geregeld te hebben nu. Hè? Ik hoorde u ook zeggen dat het al een langslepend probleem is. Dat we het dus ook hebben zien aankomen. En dat we dus in een periode van 10 jaar het ei van Columbus niet hebben gevonden. Dat is wel erg, want het gaat om een basisvoorziening. We hebben een ontzettend rijk land, een zeer beschaafd land. We hebben tekort aan leraren, tekort aan psychiaters, tekort aan huisartsen. Allemaal dingen waar mensen geen tekort aan willen hebben. Nee. En dat is wel dat is een soort van onvermogen. Ja, het doet mij heel erg denken ook dit verhaal aan Pim Fortuyn. 2000, de puinhopen van Paars werd er toen gezegd. Ook toen waren er weer van die dingen waarvan iedereen zei van ja, maar dat moet toch kunnen, moet worden opgelost.
En dan nog hoor je ook nu weer, ja, het geld gaat naar kantoor. Nou ja, mijn dochtertje, mijn oudste dochter heeft op een basisschool gezeten. Dat was helemaal geen kantoor. Dat was een basisschool met 60 leerlingen op een dorpje. En het bestuur, dat waren vrijwilligers. Dus we hebben ook een soort van bureaucratie met elkaar gemaakt waar je echt helemaal, ja, ziek van worden. En daar moeten we vanaf, daar bent u het vast mee eens. Zeker, we moeten zorgen dat het geld terechtkomt waar het echt nodig is. En dat is in de klas.